Nou, hallo mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Like deze vlog zeker even. Laten we dan gauw beginnen. Dit is een beetje een andere vlog dan normaal gesproken. Want ik heb een tandemsprong gedaan op Texel, maar dat is al een tijdje terug. Dus ja, vandaag gaan we daar eventjes naar kijken. Dus ik laat wel even de beelden zien. Gaat het gebeuren? Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Niet te lang wachten, hè? Gewoon doen. Ja. Zeg je ervan? Veel plezier. Ja, voor de mensen die geen Fries verstaan, er wordt zometeen Fries gesproken, dus daarom Nederlands ondertiteling. Daar ben je twee, hoor. Vind je het mooi? Ja, heel vet. Ja, wat vond je het leukste, het verleden of het geval? Ja, het geval. Toch wel. Zelf even stuurt. Ja. Oké, okay. Zie je wie daar ook komt? Hoppatee! Positieve landing. Hé, hey, wat thuis van? Kom ze wel een keer even om op te springen? Of, ja, oké, okay, bedankt. Heel leuk. Hoi, wat is er? Hoi! Nou, en na afloop kun je dus zo'n mooie certificatie ophalen. Van een tandemsprong, 9000 feet staat er ook op. Een tandem, dat is iemand op je rug. Dus als je een tandemsprong doet, dan zit er iemand bij op je rug. En de datum staat er natuurlijk ook bij. Dus dit was de dag 17 juli. Heb ik dus gesprongen. Maar eerst vond ik het best wel eng met het vliegtuigje omhoog, zeg maar. Omdat het ook best wel op en neer gaat dus zo met het vliegtuigje. En het is niet een al te groot vliegtuig. Dus ja, dat gaat wel aardig op en neer. Dat vond ik best wel eng. Toen ik eruit sprong, toen dacht ik de eerste 3 seconden toen ik vloog, dacht ik, dit is best wel eng eigenlijk. Maar toen, na 3-4 seconden, dacht ik, dit is best wel leuk eigenlijk in de lucht. Dus ja, dat. Ik heb namelijk ook hoogtevrees, maar toen dacht ik echt chillings toen ik in de lucht hang. Vond ik echt machtig mooi. Nou mensen, misschien een beetje een andere vlog dan normaal gesproken.
Maar vonden jullie deze vlog alsnog leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeggen ze altijd, laters!